Hi, Tote Vils hier en welkom bij een nieuwe video van Lucky Steel. Video nummer 8 volgens mij alweer. De vorige keer ging mij de map niet helemaal goed af. Gewoon omdat ik een prutsen ben, dat sowieso. Maar er zaten wel dingen in wat best wel lastig kijken was, ook met de Oculus Rift. Maar ook dat ik op een of andere manier niet lekker die beesten eraf kon schieten zoals ik het in gedachten had. Maar goed, ik hoop dat het vandaag beter gaat en we gaan het zien. Voor nu zeg ik, vergeet niet te liken en te abonneren als je het niet hebt gedaan. En veel plezier maar weer met kijken. Dit is overigens de laatste video die ik heb opgenomen. Of de laatste map die ik heb opgenomen. En vandaag gaan we verder met Danger in the Darkness. Ik ben er een beetje bang voor. Ik hoop dat ik gewoon weer 5 levens heb en dat ik niet helemaal heb. Oké. Oeh, ik heb 2 levens terug. Jee. Dus dat betekent dat ik nou voor mij 3 of 4 levens heb. Maar dat vind ik niet erg. Kan ik wel gebruiken. Oh, maar dit is wijs, hé. Ik ben wel benieuwd wat er hier zit. Ik vind het wel lachen eigenlijk zo. Ik ben bang dat ik gewoon zo weer overnieuw moet gaan beginnen. Daar zit ik ook echt niet op te wachten. Laat me zitten, dit is gewoon te veel risico. Kan ik gewoon. Kruid, lieve levens had ik gehad. Kikkers, meentjes. Diamanten. Holy shit. Oké. Ga weg. Jij ook op zouten.
Maar nou moet ik ergens het leven na zien te halen. Ga lang zitten. Hoppa. Dat zijn munten. Is jij maar even kapot? Even hier. Shit, geen levens. Nee, ik ga het risico niet nemen om het. Ga ik. Oh, damn it. Ga kapot, joh. Tjoe, jongen. Ik vertrouw hem niet. Hotver. Mannen. Oh my god. Ja, ik kan gelukkig gewoon verder gaan waar ik ben gebleven. Tenminste, ik hoop het eigenlijk stiekem. Tjonge, wat was dat slecht zeg. Hehe. Hoppa, wegwezen. Ja, het probleem is, je bent zo bij je overal dood. Hoppa. Ja. Denk je net recht beter dat ik het in één keer kon halen. Ja, ik kan mij eens te kijken, maar lekker die overkant te halen, dat is misschien makkelijker. Serieus, hoe krijg ik het voor elkaar? Net kon ik het in één keer halen en nou, ja, ik snap het even, moet uitwringen. Weg. Nou, ik snap het niet dat ik het net in één keer kon halen en nou heb ik moeilijk te doen. Misschien dat ik nou weet dat ik meer levens heb of zo. Dat het verschil maakt.
heeft gehad frustreren. Dan maar zo. Dat laat helemaal lekker gaan. Hoppa, opzouten. Ik ga mij niet laten afleiden. Hoppa. Oh, ik deed net ook helemaal verkeerd, want ik had dus die ding moet springen. Oh. Nou, had niet eens schroeven. Dit is echt wel een beetje bizar, zeg. Tjonge, jonge, jonge. Oh. Dan ben ik ondertussen 13 minuten bezig geweest, zo'n beetje. Nou, dat is echt 12 minuten. En ik heb gewoon het laatste stuk zo vaak overnieuw moeten doen. Dat is echt gewoon bizar. Maar toch vond ik het toch een hele wijze map eigenlijk. Iedere keer zeg ik, ja, ik weet niet of ik wil doorgespeeld, ik weet niet of ik het wel leuk vind achteraf als ik een level heb gespeeld. Want, die ene met dat je omhoog moet klimmen, dat was zo een beroerd level. En nee, daar was ik eigenlijk heel snel op uitgekeken. En ik begon ook al net geïrriteerd te raken op het feit dat ik het gewoon niet voor elkaar kreeg. Dus ik had zoiets zo van, ik ga lekker gewoon overal het dwars trainen, dan maar niks meenemen. Nou, blijkbaar was het toch voldoende om het te kunnen halen. En nou, ik ga toch maar weer door. Ja, voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En tot de volgende video. Later.